Effe Online. Je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Effe Online. En dit is de Effe Doen Challenge. Wij gaan samen de challenge van juni aanpakken. Het is alweer bijna zomer en dan heb je vast wat meer tijd om te gaan koken en te gaan bakken. En hoe fijn zou het zijn als je dat gezond en lekker zou kunnen doen? Let's start! In de zomer denken we misschien aan heel veel ijsjes eten. Maar je kan ook lekker en gezond eten. En daar weet Marije alles vanaf. Hoi Marije! Hoi Hanne, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, want volgens mij weet jij heel veel van gezond koken af. Ik heb al heel veel superleuke filmpjes gezien op jouw YouTube-kanaal Kookpit Kookt. Ja. Maar vandaag gaan we veganistisch koken. Wat is veganistisch eigenlijk? En wat is het verschil tussen veganistisch en vegetarisch? Nou, bij vegetarisch eet je geen vlees en geen vis. En als je veganistisch eet, dan gebruik je helemaal geen dierlijke producten. Dus ook geen boter, geen eieren, geen melk en ook geen honing. Maar waarom zou je niks van een dier eten? Nou, dat kan verschillende redenen hebben. Je kan het voor het milieu doen en ook natuurlijk voor de dieren zelf. Oké, dus als ik het goed begrijp, eet je veganistisch omdat het lief voor het dier is. Het is goed voor het milieu, ook voor de gezondheid, denk ik. Dat kan, ja. Maar is het dan wel lekker? Natuurlijk is het lekker. Dat zal ik je laten zien. Even doen. Doe nou even. Oké, Marije, ik ben super benieuwd. Wat gaan we maken vandaag? We gaan veganistische pannenkoekjes maken. Okay. Met frambozen. Wow. Wat hebben we daar allemaal voor nodig? Daar hebben we voor nodig de frambozen, water, bloem, zout, bakpoeder en straks olie om in te bakken. En het worden roze pannenkoekjes. Ze worden helemaal roze. Oh, ik heb er nu al zoveel zin in. Even kijken, alles eventjes op een rijtje. We hebben nodig 200 gram fruit of groente. Ja. Dus in dit geval de framboosjes. Ja. Oké, 400 gram water. Ja. Gewoon uit de kraan? Gewoon uit de kraan. Duidelijk. Dan 200 gram meel. Meel. Kan volkorenmeel zijn. Precies, of bloem. Voor de stoelgang. Precies. Oké. 1 theelepel bakpoeder. Ja, belangrijk. Oké. Een halve theelepel zout. Ook heel belangrijk. Ja. Oké, dus voor de goede verhouding tussen zoet en zout. Precies. Check. En dan moet je alles gaan mengen en gaan bakken. Ja, nou, laten we beginnen. Oké. Oké, nou, dit hebben we dus gepureerd. Ja, dit zijn de frambozen met water. Maar je kan eigenlijk alle soorten groenten of fruiten gebruiken die te pureren zijn. Oké, dus bijvoorbeeld wortel. Ja, eerst even koken, maar dan kan je pureren. Oké, dat is belangrijk. Eerst koken. Ja, zolang als je maar zacht genoeg is om te pureren. Duidelijk. Ja? Ja. Nou, dan mag jij dit er wel bij doen. Oh, yes. Dan ga ik... Oh, het ruikt ook echt heel lekker. Ja, dan zal ik het mengen ondertussen. Moet het langzaam of snel? Nee, je mag er allemaal bij. Oké, doe maar. Oh ja. Oh, het krijgt ook al een hele mooie kleur. Mm. Een beetje zoals mijn jasje. Ja. Nou, en je herkent pannenkoekenbeslag wel qua dikte. Dat is iets dunner dan yoghurt. Oké. En deze is nog best wel dik, dus er mag nog wat water bij. Oké. Zo, en dat mag je er dan wel langzaam bij gieten. Klein beetje. Nog wat meer. Ja. En dit moet je dus rustig aan doen, want je kan heel snel te veel doen, zeker. Dat klopt. En dan kan je niet meer terug. Nee, goed. Nou, volgens mij is dit het, of niet? Ik denk het ook. Dit is het beslag. Hoor. Dit is het beslag. Nou, dan kunnen we gaan bakken, of niet? Ja. Oh, spannend. Oké, wat voor pan gebruiken we? Een pan met een anti-aanbaklaag. Een beetje een grote pan. Ja. Zodat we veel tegelijk kunnen maken. Oké. En waar bakken we het in? Nou, niet in boter natuurlijk, want dat is een dierlijk product. Okay. Ik doe het in zonnebloemolie, mag ook in kokosolie of in olijfolie. Oké, laten we beginnen. Yes! Thank you.
we hebben nu frambozenpannenkoekjes gemaakt. Ja. Yeah. Maar je zei dus dat het ook met andere dingen kan. Ja, zolang het maar te pureren valt. Met alle groenten en fruit. Oké. Okay. Zijn ze nu klaar? Is het af? Nou, je kan er nog mooie toppings overheen doen. Oeh, dus dit, we gaan het gewoon versieren nu? Ja, we gaan het versieren. Oké, okay, ja. Wat hebben we hier staan? We hebben besjes. Ja. We hebben de nootjes. Ja, kan je ook nootjes. Zeker van allerlei soorten doen. Zeker. Kokos. Maple syrup, ja. Lekker zoet. Mag ook stroop zijn natuurlijk. Oké, okay, en dit is kaneel. Kaneel, ja. En hagelslag. Ja, even kijken of die veganistisch is. Oh, waar moet je dan op letten? Nou, of er iets van melk in zit. Even kijken. Suiker, cacao en melkpoeder. Ja, oh. Deze bevat melk. Nou, dat geval. Niet veganistisch. Goed. En ik heb nog een pindakaassausje gemaakt. Oké. Okay. Kan je er ook overheen doen. Mag ik gewoon losgaan? Zeker, ga maar los. Oké. Okay. Marije, het is zover. We Mooi. Hebben gewoon een heel bord vol met deze vegan pannenkoekjes. Mm. Ik vond het echt ook best wel lekker eruit zien. Ja. Ik zou zeggen, laten we gewoon proberen. Mm-hmm. Laten we dat doen. Wow! Oh, dit is echt heel erg lekker. Mm. Mooi. Jeetje. Net echt. Nou, heel erg bedankt dat je me dit hebt leren koken. Heel graag gedaan. En nu is het natuurlijk aan jullie, de kijkers thuis. Ik daag jullie uit om je eigen variatie van de vegan pannenkoekjes te maken. Stuur een foto van het eindresultaat naar productie@forum.nl. Dan maak je dus kans op de Forum Goodie Bag. Marije, dit was hem weer voor deze maand. Heel erg bedankt. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Doei! Doeg! Even online.